Hallo allemaal, welkom. Vandaag gaan we verder met de zangaudities in volgorde van binnenkomst. De audities worden afgenomen door onze docent muziek en zang, Alberto. Ja, het is helemaal rustig. Nee, stop. Anders wordt het sentimenteel. Is de bedoeling maar, dat... Nee, in het algemeen is het de bedoeling dat wij Alberto, hier... Alberto, is het de bedoeling dat ik de leraar... Dat de leraren blijven praten dit met de leerlingen om... Moment, Alberto, laat me eerst even maar vertellen. Maar op een ander moment zal ik meer vertellen. Ik wil nu een paar woorden zeggen tegen de kandidaten. De woorden jij mag van op een later tijdstip, hè? Oké. En hier is onze zanglerares, Angie, die met verlof was. Hier is ze. Ja, goed zo. Alberto. Ja, daar ben je. Ik dacht dat je achter mij stond. Angie? Violetta, wacht. Laat me uitleggen. Wat? Wat ga je me vertellen? Nog een leugen? Hoeveel leugens zijn er nog, Angie? Liefje, vergeef me. Ik zweer je dat ik niet wilde liegen. Je wil niet liegen, maar je liegt wel. Je bent net als papa. Nee. Dit is iets heel anders dan dat van je vader. Violetta, ik kon niet aan je vader vertellen dat ik hier werkte. En als hij erachter komt, heb ik een gigantisch probleem. Daarom heb ik hier verlof genomen. Liefje, ik hou van je en ik wil dat je auditie doet. Het is een heel belangrijke kans voor je. En als dat betekent dat ik moet stoppen met dat wat ik het liefste doe, dan doe ik dat. Waarom? Waarom heb je me dat niet verteld, Angie? Ik wilde niet dat jij voor me moest liggen. Echt waar. En hoe moet het nu dan verder? Als papa erachter komt dat je hier werkt en dat jij weet wat ik verberg, ontslaat hij je. Ja, ik weet het. En als hij erachter komt dat jij toelatingsexamen hebt gedaan, dan zal hij heel boos op jou zijn. En wat nu? We sluiten een zwijgverdrag. Ik ben zo blij dat je toelatingsexamen doet. Zo blij.